verzoek. Is er iemand die Christian eventjes kan bijstaan met het ontstaan? Oh.
De goede toehoorder heeft net al iets gehoord. Beste mensen, de eerste prijs die wordt toegekend aan A58. Van harte gefeliciteerd. Maar u bent nog, en de juryvoorzitter, maar u bent nog wel iets verschuldigd. Van harte gefeliciteerd. Ik geef nu het woord aan de juryvoorzitter. Dat geldt voor elk koor ook. Dat is de uitstraling van een koor. U zingt niet alleen voor uzelf of voor uw buurman of buurvrouw. U zingt ook naar het publiek toe. En dat is juist zo belangrijk. De uitstraling van het koor. En daar hebben we ook vandaag bijzonder op gelet. U hebt dat zeker kunnen zien bij het winnende koor ook. De wijze waarop zij hun muziek hebben gebracht. En daar mag ik de heer Rob van der Meulen ook wel op aanspreken ook. Hij met zijn choreografen, denk ik dat hij erbij is. Die hebben dat fantastisch gedaan. Zonder meer. En Rob, we hebben jou een extra puntje gegeven vanwege je outfit. Mensen, zingen is niet alleen goed voor je humeur, zingen is ook goed voor je gezondheid. Het helpt lekker je longen in stand te houden. De verruiming van je borstkas, van je bovenlichaam. Zingen is goed voor iedereen. Als u nog geen zanger bent, nog niet lid van een koor, zou ik zeggen, ga eens even luisteren bij het koor waar u in de buurt en wilt zien. Als u een keer aan een repetitie bent geweest, komt u iedere week terug. Kan ik u wel zeggen. Het is bij mijn koor, ik zing ook in de mannenkoor. En we hebben weer pas een paar nieuwe leden erbij. Het was eerst een beetje, nou zou ik dat nou wel doen? En vooral mannen die hebben een enorme drempel om bij een koor te komen zingen. Ik zie hier een paar hooie heren op de voorste rij, zie ik al ja knikken. Ja. Maar probeer u het eens. Kom eens lekker luisteren en u gaat nooit meer weg. Dat kan ik wel zeggen. Organisatie, nogmaals hartelijk bedankt. Winnaars, bedankt. Andere koren ook, die hebben meegedaan. Fijn. En we zien u volgend jaar, zien we hier vast allemaal terug.